Edwin, het doet me een beetje aan mijn jeugd denken. Ja. Jaren 80. Ja, je was van... Greenpeace. Ja, ja. Ah, dat was ik ook. Ja. Jij ook? Ja. Handtekeningen, acties. Ja. Ja. Zeehondjes die doodgeknuppeld werden. Tegen doodknuppelen van zeehondjes. Ik heb zo het voordeel dat we die kant uit gaan. Ja, precies. Ja. Ik wil het gaan hebben over bontjassen. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Het is natuurlijk ook een oud textielmuseum. Ja. Ik zal hem er meteen even bij pakken. Dit is echt bont? Dit is echt zeehondenbont. Oef. Ja, dit is een bontjas, een echte ouderwetse bont. Ja, waarom draag je bont? Weet je dat ik nog nooit een zeehondenbontjas in mijn hand heb gehad? Volgens mij kan ik me niet herinneren. Je voelt het, hij is lekker zacht, hè? Ja. En waar wordt bont voor gebruikt? Ja, natuurlijk in eerste instantie, het is nog heel goed isolerend, hè? Het is heerlijk warm. Ja, de Russen gebruiken het nog steeds, de toendra's. De toendra's, ja. Hè, dus het is eigenlijk gewoon een huid met de vacht er nog op. Dat is wat je hebt. En het is ook vooral een luxe product altijd geweest. Ja, als je van goede komaf was, dan had je een bont. Het is een product voor de rijkere mensen. Ja. Even kijken wat daarin staat. Ja. Troutman Menko, Enschede. Veel dichterbij gaan we niet krijgen. Ja. En Troutman Menko, dat was het modehuis voor... Beter gesitueerde. Ja. Die importeerde alles rechtstreeks uit Parijs, de haute couture. En alle fabrikanten, vrouwen met name, die kochten daar hun garderobe. En die naaiden daar hun eigen labeltje in. Ja, was als de oude markt richting Havezaatpassage. Ja? Die kant op, daar zat Troutman Menko, het modehuis voor de rijke mensen. Maar het heeft nog wel een link met Menko, een andere link. Want dit is de jas zelf, die is van mevrouw Krudop geweest. Wel een bekende naam, maar... Een Krudop. Nou ja, je had familie Roosendaal van dit complex. Waar we nu zijn. Ja. Het van het Roosendaal complex. Het Roosendaal, die is op een gegeven moment getrouwd met meneer Menko van de fabriek iets verderop. Steenworp op afstand. Ja, dus had je al twee Joodse families eigenlijk. Hè? Ja. Die gingen trouwen. Meneer Menko die verongelukte met een auto ongeluk. En mevrouw Roosendaal is hertrouwd met de beste vriend van meneer Menko. Nee, echt? Ja, en dat was meneer Krudop. Maar deze is van mevrouw Krudop geweest, die dus verbonden was, familie Krudop, aan het Roosendaal, ja. Menko en Tetum. Dus eigenlijk dit hele gebied? Ja, was eigendom van deze mevrouw Krudop. Oké. Ja. En we hebben het over van wanneer... Deze jas, jaren 50. Jaren 50. Ja, jaren 50 is deze jas. Toen droegen we nog bont en kon dat nog? In de jaren 50 had je al dat men begon met de kwotum. Maar dat was meer ingegeven in Nederland zelf. Want in Nederland werd ook gejaagd op zeehonden. Ja. Dat was meer ingegeven doordat de aantal zeehonden al verminderde toen. Ja. En in 1962 was er een algeheel verbod op zeehondenjacht. In Nederland. Dat is een vrij vrede aangelegenheid, hè? Toch nog even met een soort pikhouweel, paf in de schedel. Paf in de schedel, een knuppel vaak, om maar dat die vacht een beetje mooi bleef voor de handel. Ja, want hier zitten zeker vier van dit soort hondjes in, zeehondjes in, denk ik. Ja. Nou ja, en dan had je ook nog die jonge zeehondjes, die hadden een hele mooie witte vacht. Ja. En daar kreeg je hele mooie bontmantels van, dus die waren ook geliefd om die jonge zeehondjes door te knuppelen. Ja. En dat is verboden wereldwijd sinds 1987, dus dat mag niet meer. Jaarlijks worden in Canada nog 50.000 zeehonden. 50.000? 50.000 zeehonden doodgeknuppeld. Zo. Ja. En er zijn nog steeds in Canada, Namibië, Groenland, Rusland, Alaska. Dat zijn de plekken waar nog steeds zeehonden doodgemaakt worden voor hun vacht. Op een gegeven moment had je een tendens van, dat doe je niet meer. Nee. Zeehonden doodmaken voor hun vacht. Überhaupt bontmantels dragen, dat was helemaal uit de mode. Hè. Er werd ook op straat spuitbussen. Echt, hè? Dus ook onder de rijke mensen was het not done om bontjassen meer te dragen. Ja. Hè. Dat was jaren 70, kwam echt de kentering. En Van Heek is daarop ingesprongen. Want die is namaakbont gaan produceren. Ja, en daar heb ik hier een jas van. En dit is gewoon namaakbont. Hè? Ja. Dus je hoeft je geen dieren meer voor dood te maken. Dat maakt ze gewoon in de fabriek. Van Heek Schuttersveld maakte dit. Dit heet Van Heek Fur. En de merknaam is Bontex.
En we hebben het over de jaren, dit is natuurlijk, dit moet in de, ja, wat zeg het, dit moet in de jaren 70, 80 geweest zijn. Je kan het ook nog bijna zien in het ontwerp van het jasje, want hier op de schouder heb je een zakje. Nou, wat past hier precies in? Een mobieltje. Een pakje sigaretten. Ah, echt waar? Daar was dit voor? Ja, daar was dat zakje voor. Ik vond een krantenbericht uit 1984 dat de fabriek het zwaar had. Dus dat zei van, nou moeten we ermee, wordt de boel niet, moeten we ermee ophouden. Ja. Maar ik vond uit 1985 nog een advertentie van een Marsucé-jas. Nou, die kon de Marsucé bestellen uit de catalogus. En die stond, de voering was gemaakt van Van Heek Bontex. Ja. En dat was een advertentie uit 1985 toen van de Marsucé. Ja. Dus 1985 produceren ze dit nog, sinds de jaren 70. In de haute couture, hè, dus de Parijs, de modeshows, die grote modehuizen, die hebben pas in 2021, 2022 besloten, wij gaan geen echt bond meer doen in onze creaties. Oké, die zijn er helemaal, maar 2021 pas, 2022. Ja, echt ook nog heel recent. Hè, dus ja. Maar leer gebruiken ze wel weer. Leer wel natuurlijk, ja. Ja. Goed, blijft de discussie. Ja. Maar we hebben mevrouw Krudop. Het zeehondje en Nepbond. Ja, geproduceerd in Enschede. Ja, echt hè. Mooi man, dankjewel. Graag gedaan.